Zoals jullie misschien allemaal weten, is Tees Games verwijderd. Alleen vandaag heb ik een website gevonden waarin jij terug kan kijken in de geschiedenis van het internet. Yo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag is het tijd voor webarchiefies of zo. Ja, webarchief betekent dat. Vandaag gaan wij terugkijken naar de geschiedenis van het internet. En gaan wij terugkijken naar dit. Wat is dit? Dit is Tees Games? Hoe kan dat nou? Wat is Tees Games? Dit is Tees Games. Dit was Tees Games op 14 juni 2013. Ja. Dit was Tees Games op dat moment. Mensen, vandaag heb ik toch een geweldige site gevonden. Dat is deze site. Ik zal ook een linkje in de beschrijving voor jullie zetten. Zodat jullie dat ook kunnen bekijken. Waarmee jij terug kan kijken naar snapshots, of zeg maar foto's die het internet gemaakt heeft van bepaalde webpagina's. Dus ook van Tees Games. Dus, vandaag gaan wij naar Tees Games kijken. Jammer genoeg kan je de video's niet meer terugkijken. Dat is best wel heel jammer, want ja, die zijn natuurlijk verwijderd. Alleen, je kan nog wel kijken, ja, een beetje op het kanaal rondkijken hoe dat er eigenlijk allemaal uitzag. En hoe zijn kanaal een beetje in elkaar zat. Zoals bijvoorbeeld de banner, de profielfoto en al dat soort dingen. Dus hier kan je zien bij About bijvoorbeeld, hier, hij heeft 3000 abonnees. Oh kijk, we zijn nou al wat verder. Kijk, nu zitten we op juli 28 in 2013. Oh, hij gaat steeds een stukje verder. Kijk, hier zat hij op 3500 abonnees. En had hij 300.000 weergaven. Dit was dus de tijd dat Tees Games, ja, een beetje de Kingdom sfeer te pakken had. En ja, best wel daarmee hoog kwam. Ik zal jullie ook even een tutorial geven hoe je dit kan doen. Je gaat naar deze site. Je klikt op de link die je zeg maar wil zoeken. En je gaat naar Browse History. En je vindt dit. En op dit moment wil ik even kijken naar... Even kijken, zal ik hier kijken? 2014, 2015. Hij heeft een... Paar snapshots gekeken. Ik wil even in 2014 eigenlijk wel kijken. Zullen we eens even kijken. We gaan even naar juni 2000. Nee, ja, 2. Ik ben net de hele tijd mee in de war. Zoals je kan zien, uploadde Tees Games toen nog Kingdom. En toen had hij allemaal. Had hij een 1000 sub special. Jemig jongens. 1000 abonnees voor Tees. Nou, dat had hij nou per dag een paar keer. Ja, volgens mij wel. Welkom op Tees Games. Tegen dit kanaal kun je dingen verwachten. Minecraft. We hebben een paar series lopen zoals The Kingdom, Survival, Survival Island en Buildercraft. Toen zat hij dus nog vol met Minecraft. Er komen nog veel meer games aan. Alvast bedankt voor het abonneren. Dat was Tees Games toen. Laten we nu gaan kijken hoe die was in 2014. In 2014, deze tijd, hier begon ik ook Tees Games te leren kennen. Dit was Tees Games met 20.000 abonnees. Dit was juli 2014. Wow. Dat is bijna alweer 2 jaar geleden. Hè? Toen had Tees 20.000 abonnees. Community Craft. Oh, natuurlijk. Livestream Community Craft. Milk Challenge. Oh, kijk. Kijk even terugkijken hoeveel views hij eigenlijk op filmpjes had. 3000 views. Tees Games compilatie. Community Craft. Mytopia. Mytopia. Oh, kijk aan. Oh ja, wacht. Ze hadden natuurlijk hun eigen Mytopia. Dat bedenk ik me nu ook nog. Had natuurlijk een eigen Mytopia. Hier Skyblock met Gio en Tees. Die heb je laatst volgens mij ook gezien op het nieuwe kanaal van Tees. Kijk, Tees Games Vlog, Skyblock, TG Special, Let's Play Minecraft, een server dagtour. En hij had hier natuurlijk de partners, allemaal mensen. Tolgan, Brian, Gameplay World XL is de enige die ik hiervan ken. sorry. Tees Games met 180.000 abonnees. Dit was een beetje toen Tees begon te groeien. En best wel een heel hoog aantal views hadden. En zijn abonnees wel echt zo gingen van... Yo, we gaan even groeien en heel hoog de lucht in. Toen waren het echt bam, pieken omhoog. Ik ben trouwens een beetje moe. Sorry, kan ik ook niks aan doen. Dit was dus Tees Games in... Even kijken, dit was in september 2015. En hier had je allemaal die filmpjes die jullie natuurlijk misschien wel allemaal kennen. Nou ja, dit was tenminste... Hier kende ik hem natuurlijk wel, maar jullie misschien niet. Mensen, sommige van jullie zouden hem pas nu kennen, nu hij 400.000 abonnees heeft. Dat is echt alweer 3 keer zoveel als dat hij daar had. Ben er op dat moment zag het dus zo uit, voor de mensen die dat niet weten. En ging het ook nog een beetje op gaming en ook veel vlogs. Probeer het spellen. Tjonge jongens, allemaal series hier. Oh ja, dit filmpje, die deed het geweldig goed. Dat klopt ook nog. Even kijken, Skywars, Polybridge. Even kijken, wat hebben we nog meer? Pretpark bouwen, rust. Jongens, allemaal oude tijden. Hé, kijk, dit is mooi. April 2015. Hier had Tees 70.000 abonnees. En toen begon het een beetje ja, echt groot te worden, Tees. En toen in één keer, bam, april
we switchen even af naar september. En hij heeft meer dan 100.000 abonnees erbij gekregen in die paar maanden tijd. Dit was waar Ties echt keihard begon te groeien. Echt keihard. Kijk, zo zag YouTube er in 2012 uit. Dit kan ik mij nog wel een beetje herinneren. Dit kan ik mij nog best wel een heel klein beetje herinneren. Nu denk ik ook wel aan YouTube. En vooral aan YouTube kijken. Wauw. Dit is gewoon grappig. Je kan gewoon de mei 27, je kan gewoon kijken wat er op de homepage en hoe YouTube er op dit moment uitzag. En dat kan je natuurlijk ook met andere sites doen. En dat is best wel vet. Nou ja, heb ik jou even laten zien hoe Ties Games en hoe dus David Games eruit zag. En hoe YouTube er eigenlijk uitzag terug in de dagen. Heel lang geleden. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze leuk? Beloon hem dan even met een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jou weer bij een nieuwe video hier op mijn kanaal de volgende keer weer. En ik zie jou de volgende keer weer. Hey, ik zeg één ding. Het is altijd hetzelfde namelijk. Hey, mazzel.